Tja, nu heb ik dus geleerd hoe ik op mijn gat moet vallen. Wauw, dat je dat talent al die tijd verborgen hebt gehouden. Ja, ja. Ach, niet iedereen heeft het talent om zijn behoefte te doen op het gazon. Hoe weet jij dat ik dat doe? Oké, tot hier. Mensen en dieren en eten zwaar op zuivelbasis. Wees toch wat verdraagzamer. Kijk die lafaards toch eens rennen, broer. Allemaal door jou, broer. Allemaal door ons, zus. Want wij zijn Team Smit. Het team dat tutjes terroriseert. Tik hem aan! Hou je gemak, team. Want dit park is dus van ons allemaal. Sterker nog, mijn familie komt hier al sinds... Wauw, zijn jullie een familie? Echt niet? Onmogelijk. Jullie waren aan het vechten. Families vechten niet. Helemaal nooit niet. Daarom winnen families als wij altijd. Ja, dus ik en mijn broer zijn winnaars. Tik de enkels aan. Dit park is dus nu van de familie Smit. Of dacht je daar soms iets tegen te doen met je zogenaamde familie? Geniet van het park! Nee, daar gaan we inderdaad iets tegen doen. Een estafette. Morgen vroeg. De winnaars worden de baas van het park. Morgen vroeg. Jullie 6 sufferds op 6 stepjes tegen de 2 smitjes op 2 stepjes. Deal. Meisje, hoe kon je die weddenschap aangaan zonder eerst te overleggen? Hoe kunnen we die maniakken ooit verslaan? Door te trainen. We maken best wel kans. 1 op 7,9 miljoen. Ach, het is tenminste niet onmogelijk. Maar de echte moeilijkheid is de volgende. Jij stemde toe dat we alles eens zouden rijden op stepjes. Ja. Ik, jij, jonge hond, Kaas en... Oh, nee. We moeten Kat gaan trainen. We gaan eraan.